Hou je buurt hoog namens Zuilen. Vuurwerk, dat doen we toch niet meer? Wel in Call of Duty. Nou jongens, niks nadelen van Call of Duty. Call of Duty is wel een vet spel. Maar vuurwerk afsteken doen we niet meer. Volgens mij hebben we afgelopen jaarwisseling een recordomzet van 77 miljoen. En dan komen ze nou zeggen dat we het niet meer doen? Dit bord is kansloos. Dit bord verlaagt juist de hele wijk. Een dikke cakebox verhoogt de hele wijk. Maar dit, schandalig. Hier gaan we een video over maken. Hier gaan we eens even lekker voor stoken. No pyro, no party. Hier gaan we even een stooksessie voor houden. Kan toch niet, man, dit? Jongen. 3, 2, 1. Yo, medepyro's. Leuk dat jullie kijken naar de avondvideo. Zo. Yo. Dat klinkt goed. Yo, medepyro's, leuk dat jullie kijken naar de avondvideo. We hebben hier allemaal leuk vuurwerk. Zoals deze. Even kijken waar ik hem moet inzoomen. Original Fireworks fonteintje. En we hebben hier een tas met luchthuilers van Funke en ander spul. Die gaan wij even afsteken, omdat het kan. Ja. Maar, wat we wel willen zeggen. En jij, Lara, jij wilde het ook zeggen. Dat weet ik gewoon. Die Funke luchthuilers zijn kat 1. Maar als daar dit jaar heel veel ongelukken mee gebeuren, dan gaan ze ineens zeggen, oh, daar moeten we even naar kijken. Kat 1. Misschien moeten we heel dat kat 1 maar verbieden. Want daar gebeuren ook ongelukken mee. Dus trap daar niet in. Zorg daar dat dat niet gebeurt. Want als dat gebeurt, ja, doe voorzichtig. Maar gooi ze ook niet zomaar tussen mensen neer. Dat is gewoon niet. Wauw, mooi gezegd. Ja. Ik weet het 100% zeker, Nederland is gewoon zo. Als ze de kat 1 Funke luchthuilers overal heen zien schieten en er gebeuren ongelukken en gewonden, dan zeggen ze, ja, kat 1, ook verbieden. Dus let daar op. Dankjewel. We gaan nu even beginnen met dit leuke, in het licht schijnende Original Fireworks fontein. Kat 1 fonteintje van... Nee, dit is Original Fireworks trouwens. Gekocht bij Zena. Eerst denk je, schattig. Hey Lara, ging je nou wegrennen? Nee. Ja, ik zag je gaan. Ook ja, ja. Ik zag je een sprint nemen, jongen. Ja, je hoorde hoor. Het liedje van Run. Die was leuk. Dan doen we gelijk erachteraan nog zo'n, ik heb er nog eentje bij me. Is dit hem? Ja. En ik had net de nummer 4 en nu doe ik de nummer 1. En mensen, ik ben gewoon mijn goede aansteker vergeten. Dus hey, dus ledig deze aansteker niet. Nou, jawel. Hij is hartstikke mooi. Nee. Sorry. Ja. Komt ie. Deze geeft als het goed is nog veel betere crackling, denk ik. We zijn vet, hè? Ja, heel goed. Maar de krekkeling was hetzelfde als de eerste, dus ik denk dat die andere twee dat andere effect hebben. Wat hebben we nog meer in de tas? Ik zal het even in het licht laten zien. Een ander fonteintje, die gaan we gewoon even doen. Een snelle fonteintje. Ik moet zeggen dat het wel mooi is om te zien allemaal, hè? Ja. Veilig op de schommel? Ja, dat denk ik wel, want de wind is de andere kant op. Lara is veilig op de schommel, toch? Die was toch best mooi, maar best zielig. Ja, hij was mooi, maar zielig. Ja. Hij was mooi, maar toch ook weer zielig. Nee. Hey, maar dan gaan we nu eens even echt knetteren. Huh? Maar kijk, het is helemaal, nou, ik weet niet of het ziet, helemaal blauw hier. We gaan knetteren en dan mag jij weer uitspreken hoe dat ding heet. Ja, lees goed. Maar even op. Zena, knetterton. Oh, knetterton van Zena. Ja. Hey, weet je wat hij doet? Ja. Wat denk je? Wat doet hij? Nou, nee, ja, knetter. Oh, nee. Piepepiew. Ja, piepepiew. Knetterton van Zena. Wow, dat begint gelijk.
Hé, waar wij heen gaan, gaat de rook ook naartoe. Deze zijn leuk, jongen. Dan gaan mensen zeggen, maar dit is toch geen kat 1? Maar dit klinkt echt hard, jongen. Ja, als je het goed wil. Ja, ik vind het echt leuk. Het is veel beter dan een knetterlintje, hoor. Best wel hard ook, best wel hard. Zo, tot de laatste knetter. Je tonnetje staat in de weg. Ja. Paar. Nog een paar? Nog één? Ja! Dat was hem. Oké, hier hebben we de Funke luchthuilers. Ik leg er nu eentje hier in de speeltuin neer. Er is hier helemaal niemand, dus dat kan. Maar jongens, ik zweer het, hè. Als hier veel gezeik mee komt, of ongelukken, dan gaat het echt niet goed komen. En dan gaan ze categorie 1. En daar hebben ze ook weer wat om te zeuren of onder de loep te nemen. Ik zweer het. Kijk, dat bedoel ik. Die dingen zijn super vet. En ze zijn eigenlijk veel te vet voor kat 1. Maar ja, ik doe er nog eentje. Doe ik even een gele. Laat je nou niet in de verleiding komen. Ga nou niet gewoon die gekke acties hebben waardoor toch mensen gewond kunnen raken. Want het is echt heel logisch dat dat gebeurt. Dit had nooit categorie 1 mogen zijn. Echt. Vind je deze video's nou leuk? Zou ik zeggen, abonneer zeker. Doe een blauw duimpje omhoog. En we gaan heel veel meer uploaden, heel veel meer maken. We gaan er gewoon lekker druk mee bezig zijn. Compilatie maken van oud en nieuw. En als je eigen afvraagt, hoe dan? Nou gewoon, zoals altijd. Kijk, in het donker zijn die, dit zijn de fonteintjes van de Lidl. Zie je dat in het donker toch wel leuk is, hoor. Niet leuk of zo. Zo, deze. Ze zijn wel gewoon mooi en leuk. Knettervulkaan. Oké, dat klinkt best nog wel heftig. En dit is een flashing diamond. En ik moet zeggen dat deze van de Zena vandaan komt. Dus dit is niet een standaard Dick Bazaar Lidl flashing diamond. Ik weet niet of dat nog uit. Zo. Kijk dan. Ja. Ik heb hier nu een, even scherp stellen, een crackling shot. Ja, die kennen jullie allemaal van de Lidl. Ja. Niet normaal. Hij neemt het shot echt heel erg letterlijk. Dat is zeker een crackling shot. Ik heb hier een fonteintje van Lidl. Het is zo'n lange. En dit is voor mij de groene variant. Oh, ja, kijk. Met de groene vlam aan de onderkant. Die mag ook in het rood. Paars. Je ziet het bijna niet, maar ik heb hier een pijltje zo in het gras gelegd. Om te kijken. Dit is niet helemaal volgens zonder. Oké, kijk of hij omhoog wil schieten. Komt ja, nog zo'n gek funke pijltje. Nogmaals, doe dit alleen maar. Je weet dat niemand in de buurt is. Wajo, dat bedoel ik. En zorg dat je een bril op hebt. Liken, abonneren, want we gaan helemaal los. Dat is allemaal aan. Oké, als je dan een stuk of 10 doet, is het meteen al wel leuk. Ja, en als afsluiter, wat gaan we doen? Een vuurpijl. Maar, wat moeten we dan doen? Want dit jaar mag het sowieso niet. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Dat vind ik een mooie. Pam, pam, pam.
No Pyro No Party. Dit wordt de afsluiter. De afsluiter van deze video. En vind je dit soort video's nou leuk? Dan moet je twee dingen doen. Abonneren en... Liken. Liken en... Reageren vinden wij ook altijd leuk, kunnen we terug reageren. En als je nou het belletje aanklikt, oh, ding dong, hou je ons altijd in de gaten. Ding dong, vind ik wel mooi, ding dong. Komt ja mensen, de eindklapper van deze video. Like, duimpje omhoog, als je dit soort dingen tof vindt. Dat klinkt goed. No Pyro. No party. No party. Juist, jij begrijpt hem hè? Ja jongen. Oké. Okay. Later hè. Dankjewel. Ai. Así que me gusta.